Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. Het ministerie van Defensie huldigt gepensioneerden Surinaams Nationaal Leger. ROM verzorgt presentatie over stijging kwikgehalte. En Toerismeweek moet leiden naar duurzaam toerisme. Het ministerie van Defensie heeft personen die in trouwe dienst zijn geweest van het Surinaams Nationaal Leger gewaardeerd voor hun jarenlange inzet. Gepensioneerden van de tweede helft van het dienstjaar 2021 werden op 27 september 2022 in de multifunctionele zaal van het ministerie van Defensie in de bloemetjes gezet. Tijdens deze activiteit zijn 62 gepensioneerden, onder wie 9 jubilarissen, gehuldigd. We staan hier morgen hier bij elkaar voor een belangrijk moment, namelijk de huldiging van 62 mannen die de Defensieorganisatie, maar in het bijzonder de Surinaamse samenleving met heel hun hart hebben gediend. Het is daarom een waar genoegen om u kort te mogen toespreken als waarnemend bevelhebber, want dit gezelschap is niet zomaar een gezelschap. Het is een gezelschap dat heel veel respect verdient. Dus ik zie u als de hoogsteden van onze organisatie, omdat onze defensieorganisatie even jong is als de Republiek. En u heeft gedurende een groot deel van deze 46 jaren, straks 47 jaren, van bestaan van onze organisatie vorm helpen geven aan wat onze organisatie nu is. Hoe klein of hoe groot uw bijdrage mag zijn geweest, u heeft bijgedragen tot het ontwikkelen, het in stand houden, en verder ontwikkelen van onze organisatie. We hebben hier 62 medewerkers die de dienst met pensioen hebben gelaten. En in die 62 mensen zijn het mensen die 30, 35, 40 jaar trouw, eerlijk, met toewijding, met hart en ziel die samenleving hebben gediend, het ministerie hebben gediend. En we kunnen niet met stille trom u laten gaan, zonder op een behoorlijke wijze u te bedanken. En dat is waarom we vandaag hier zijn, om u te bedanken. Heel hartelijk dank voor het dienen van de samenleving. Het met passie dienen van de samenleving. Het zijn met elkaar in die defensieorganisatie. Bijdragen aan een professionele defensieorganisatie. Bijdragen aan veiligheid. Want zonder veiligheid is er ook geen vrijheid. Heel hartelijk dank. Dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan deze dag. Maar dank ook aan uw gezinsleden. Als ik eerlijk moet zijn, ja. Dat we erkend zijn geworden vandaag als zeg maar de de minister zei dat nou, hoeksteen van het leger. Ja, dan voel je een beetje lekker dat je erkend bent geworden. Dus ja, het doet je wat. Ja, ik moest eigenlijk niet zo zijn nu op dit ogenblik. Ik had altijd gehoopt om met een officiersrang met pensioen te gaan. Maar ja, je hebt je zoveel ingezet. Je hebt je middelbaar afgerond en men keek niet meer naar je. Dus deels ben ik zeg maar toch gedemotiveerd toen. Maar niemand zag dat, want ik was altijd militair en ik blijf een militair. Het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu
heeft in samenwerking met het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname, NIMOS, en de Anton de Kom Universiteit van Suriname een onderzoek gedaan. Uit dit onderzoek is gebleken dat er in en rondom goudverwerkingsbedrijven het gehalte van kwik enorm gestegen is. In dat kader heeft het ministerie op 27 september 2022 een presentatie georganiseerd voor goudverwerkingsbedrijven en andere stakeholders met het doel voorstellen aan te dragen om te komen tot een duurzame oplossing. We hebben een situatie waarbij er enorm veel kwikvervuiling is. We hebben kwikvervuiling in het binnenland. We zien dat kwik wordt gebruikt bij het winnen van goud in de kleinschalige goudsector. Daar is een enorme hoeveelheid kwik wordt gebruikt. Er zijn studies gekomen die hebben aangetoond dat het kwik terechtkomt in de mensen. Die dus op de een of andere manier, zij door het consumeren van vissen of door inademen, dat de mensen dus kwik resten in hun lichaam hebben. En dat heeft nare gevolgen op termijn voor hun gezondheid. Dat is de eerste categorie waar we ons zorgen over maken. En dan heb je de tweede categorie, dat is wat er gebeurt bij de goudopkoopbedrijven. Dat die goudopkoopbedrijven, wanneer ze het goud willen scheiden van kwik, wordt dat op een bepaalde manier gedaan. Er ontstaan kwikdampen en die dampen komen dus in de lucht terecht. Wat we hebben gedaan, althans het NIMOS heeft in samenwerking met de Universiteit van Suriname heeft een onderzoek gedaan en is dus naar de verschillende goudopkoopbedrijven gegaan om na te gaan hoe hoog de waarden zijn voor wat betreft de kwikemissie, kwikdampemissie eigenlijk. En we zijn tot, zoals u heeft gezien, de resultaten zijn schrikbarend. Enorm veel kwikuitstoot vindt plaats, ver boven de norm. En dat is natuurlijk aanleiding voor ons geweest op een gegeven moment om actie te ondernemen. Nu hebben we dus duidelijk gemaakt, de meeste mensen die dachten dat we onmiddellijk zouden overgaan tot sluitingen en dergelijke. Dus er was een beetje onrust in de sector. Wij hebben de mensen uitgenodigd om ze uit te leggen wat er precies speelt, wat de situatie is en hoe ver ze boven de grens zijn voor wat betreft de uitstoot van kwikdamp. En het is de bedoeling dat er adviezen komen en dat hebben we dus ook vanmorgen gedaan voor een deel. Adviezen komen over hoe ze hun goud op een betere manier kunnen verwerken, zodanig dat de omgeving niet vervuild wordt. En dat is dus vandaag gebeurd hier. En er is gesproken over luchtvervuiling met betrekking tot wat er vandaag gepresenteerd is. Luchtvervuiling hoort ook gewoon bij milieuvervuiling. En er wordt vaak genoeg gesproken dat we 93% bos hebben. Suriname heeft, zoals er gezegd wordt, is carbon negatief. En hoe ver heeft het toch wel impact verder op ons milieu? Nou, kijk, milieu is eigenlijk een verzamelnaam van verschillende zaken, waaronder luchtvervuiling. Op het ministerie hebben wij voor dit begrotingsjaar hebben wij nu al uitgezet dat er permanente systemen zullen worden opgezet. Een permanent systeem om luchtvervuiling te meten. Dat wil zeggen dat we op strategische plekken apparatuur zullen hebben. Laat me duidelijk stellen, we zijn nu nog in de beginfase. Het moet eerst worden uitgezocht waar en hoe we dat gaan aanpakken. Maar in elk geval hebben we al een begin gemaakt met het opzetten van een permanent meetsysteem voor wat betreft luchtvervuiling. Dus dit wat we nu doen met kwik zal niet een incident meer zijn, maar het zal continu gebeuren.
Op de tweede plaats zal er ook een permanent systeem worden opgezet. Ook dat hebben we op de begroting om dat voor te bereiden. We zullen in samenwerking met het NATIN nu al beginnen met het meten van de kwaliteit van het water in de lozingen. Van vooral de hoofdstad Paramaribo, in elk geval het bewoond gebied. Om na te gaan in hoeverre die lozingen vervuild zijn, het water in die lozingen vervuild zijn. Ook dat moet een permanent systeem worden. Waarom doen we dat? Omdat we constant moeten monitoren hoeveel gecontamineerd wordt, hoeveel vervuiling plaatsvindt in de lucht, het water, maar ook de bodem. En als we dat permanent kunnen monitoren, kunnen we ook nagaan wie de oorzaak of wat de oorzaak is van deze contaminatie. En dat we dus op een gerichte manier kunnen inspringen om dat te voorkomen. Dus als wij dit kunnen doorzetten, zullen we op een gegeven moment, ik schat zo binnen 2 jaar, een permanent systeem hebben waarbij de lucht wordt gemonitord, het water wordt gemonitord en een iets moeilijker systeem is dat wij de gronden, de gecontamineerde gronden, wat we ook dit jaar zijn gestart, om die gecontamineerde gronden in beeld te brengen. En dat is dus ook allemaal, het valt onder de noemer milieu, dus dat is wat we doen. In het kader van Wereldtoerismedag op 27 september heeft het directoraat Toerisme gemeend om landelijk de discussie op te starten hoe te werken aan duurzaam toerisme in Suriname. In verschillende districten worden meetings en activiteiten gehouden waarbij Paramaribo op 26 september 2022 aan de beurt was. Op het Onafhankelijkheidsplein hebben verschillende culturele groepen opgetreden. Daarnaast waren er traditionele gerechten en handicrafts te koop. Kijk u mee. Toen onze Europese broeders eeuwen terug naar hier kwamen, het eerste wat ze hebben ervaren is hospitality. Vriendelijkheid, ze werden met open armen ontvangen. En daarna hebben de Indianen verteld dat ergens het Parimameer lag. En daar nam elke ochtend de koning een bad in een meer met goud. En vanaf toen is men op zoek gegaan naar het goud. En je weet wat allemaal daarmee gepaard gaat. Een stukje greed, een stukje drang naar rijkdom. Maar wat die Indianen in principe hebben bedoeld, is dat Suriname of de Guyana's toen gewoon een rijk gebied is. En dat hebben we dus ook meegenomen in onze slogan Suriname, the hidden treasure of Zuid-Amerika. Niet alleen goud is er. Kijk om u heen en ik zal toch de MC zijn woorden gebruiken. Kijk om je heen en je ziet alleen maar mooie mensen. En mooi heeft te maken met wat je van binnen bent, merendeels. We zijn allemaal op zoek naar dat stukje geluk. Een betere kwaliteit van leven. En daarom moeten we toerisme gaan redenken. Vanuit welke bouwstenen. Wanneer je naar Suriname komt, zie je al de warmte. Je voelt het letterlijk, figuurlijk. Maar ook wij Surinamers zijn warme mensen. Er ontbreken nog wat ingrediënten. En dat moeten we ook durven te aanschouwen. Een van de ingrediënten is saamhorigheid. Trotser zijn op elkaar. Dankjewel MC dat je daarmee vanavond bent begonnen. Dat je iemand naast je zegt, je bent mooi, het is wow, je hemd is mooi, je bril is mooi. Het begint met het stukje waardering, respect.
trots zijn op elkaar. Want we hebben hier een prachtige groep gehad van de Chinese cultuur. En dan voel je je trots als Suranamang. Ik weet niet wat nog in het verschiet ligt voor vanavond. Maar saamhorigheid moet er zijn. Elkaar succes gunnen. Elkaar ondersteunen om toerisme, waar de ander tekort schiet, dat we elkaar daarin ondersteunen. Dat toerisme mag gaan groeien en bloeien. En we hebben 93% regenwoud. Wat doen we ermee? Toeristen mogen we ook gaan vertellen dat ze in ons binnenland, misschien ook in Paramaribo, maar ik wil benadrukken het binnenland, dat je daar pure zuurstof, pure oxygen in ademt. Je hoeft het niet te gaan kopen. Dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.